het SEARCH-project, uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken met hulp van Solidaridad en financiering van de Wereldbank, ondersteunt Surinaamse MKMO's. Er zijn meer dan 360 aanvragen sinds december 2022 via ingediend. De laatste indieningsmogelijkheid is tot 31 juli 2024. Het projectonderdeel van het SCSD-programma richt zich op het versterken van het bedrijfsleven, vooral voor vrouwelijke en rurale ondernemers. Voor meer info hierover voor meer info en registratie via, daar zou er een website moeten staan. En dan nu het volgende bericht. Minister Stephen McAndrew, SAO-voorzitter Naomi Frippersen-Essayas en SAO-directeur Joyce Lapaar waren op 13 en 14 juli in Nikeri voor certificaatuitreikingen en de start van trainingen. Certificaten werden uitgereikt aan 22 gedetineerden die een cursus in Gawasa, elektrohuisinstallatie en koeltechniek hebben afgerond. 12 verpleegkundig assistenten en 14 personen die een cursus in krachtinstallatie hebben voltooid. Ook startte een kappersopleiding voor 16 personen. Gefinancierd door Rokofu McMoney en Bureau Gemeenschapsprojecten ondersteunen de trainingen, vakopleidingen en resocialisatie. 30 leerlingen van SOVSO Tambaregio hadden op 15 juli een educatieve dagtocht bij het ministerie van LVV. Ze kregen presentaties over composteren, meststoffen, plantenziekten, plagen en veilig gebruik van pesticiden en gebruikten microscopen om schimmels en insecten te onderzoeken. De dag eindigde met een quiz. Leerkracht Indrawati Sukdeosin benadrukte het belang van agrarische kennis voor leerlingen uit Saramaka. Het ministerie zal deze educatieve tocht jaarlijks ondersteunen om bewustzijn over agrarische zelfvoorziening en voedselzekerheid te vergroten.